Ik hou van dure spullen. Alleen mijn muis thuis, de G Pro X Superlight, kost al 130 euro. Vandaag ga ik het anders doen. Ik heb mezelf uitgedaagd. En ik heb een keyboard, mouse en headset combo van 150 euro voor jullie samengesteld. Van het budgetvriendelijke merk, maar wel heel degelijke merk trouwens, Genesis. Blijf kijken. Welkom mensen bij een nieuwe video van Redux Gaming. En je hoort het misschien, ik ben een beetje ziek. Maar geen zorgen, ik ben 2 keer negatief getest. Geen corona, gewoon heftig verkouden. Zoals ik zei, een keyboard, een muis en een headset voor 150 euro van het merk Genesis. En het merk Genesis ken je misschien niet, maar die maken heel degelijk spul. Dat gaan we zo zien. Voor relatief weinig geld. Nou, ik heb gewoon alles van hetzelfde merk gepakt. Ik had natuurlijk ook kunnen mixen en zo, maar ik dacht, blijf gewoon eens bij één merk. Dat ziet er ook wat nicer uit op je bureau. En dit is het geworden. Ik heb vandaag een Genesis Xenon 800 Ultralight Gaming Mouse. 58 gram, dus super licht. En een hele goede sensor, helemaal voor zijn prijsklasse. Heeft nog wat coole dingen, laat ik je zo zien. Een mechanisch toetsenbord, 10 keyless, want daar hou ik van. Ik hoef geen numpad, ik heb liever meer plek voor mijn muis. Ik speel niet op hele hoge sensitivity, dus dat is altijd fijn. En ik vind het er gewoon lekker compact en clean uitzien. Nou, dit toetsenbord is ook super compact en clean. En hij heeft mechanische red switches, dus dat zijn lineaire switches. En lineaire switches vallen over het algemeen heel goed in de smaak bij gamers. Dat is de Thor 300, trouwens. Oh ja, dat ben ik vergeten te zeggen. Het is dus een combo keyboard, muis, headset met RGB. En tenslotte de Neon 600, ook RGB. Stereo, koptelefoon. Ga ik zo het geluid van testen met jullie en de microfoonkwaliteit. Ik begin bij de muis. Deze is 48 euro. Je denkt misschien, dat is best wel veel geld voor een budget muis. Budget. Maar ik vind gewoon een muis, je muis is het belangrijkste onderdeel van je setup. Samen met je headset. Ik ben niet zo van mening dat je toetsenbord per se heel veel invloed heeft op je gameervaring. Hij is rechtshandig, hij is niet symmetrisch, dus hij werkt alleen voor rechtshandigen. Hij heeft een super lichtgewicht behuizing. Hij weegt maar 58 gram, dat is nog 1 gram lichter dan de Lix, waar ik best wel vaak van zeg dat dat een van mijn favorieten is hier. Ja, ik kan je vertellen, deze heeft eigenlijk alles wat die Lix ook heeft, maar dan met een betere sensor. Nou, dit is de muis met een lichtgewicht kabel. Die kabel is zo licht dat je hem bijna niet voelt tijdens het spelen. Dus hij voelt eigenlijk best wel als een draadloze muis. Wat natuurlijk super is. De onderkant hebben we een knopje om de polling rate aan te passen. Die staat standaard op 1000 en daar moet je hem ook op laten staan. Dan krijgen we er extra voetjes bij voor als deze versleten raken. Dan krijg je een vervanging erbij voor de backplate. Je kunt dus ook, als je toch niet zo fan bent van lichtgewicht muizen, ik snap mensen echt niet die niet van lichtgewicht muizen houden, maar goed. Als je er niet zo fan van bent, kun je hem verzwaren met deze gewichtjes. Die gewichtjes kun je ook eruit halen, dus je kunt hem helemaal afstellen naar je wensen, zie je. Goed, je krijgt nog vervanging erbij voor dit knopje. En die kun je dus ook rood maken, als je daar heel veel zin in hebt. Dan zien we ook de RGB-verlichting, daar het logo ligt op, het scrollwiel ligt op. En hier zit een mooie rand, een RGB-rand. Gaan we door naar het toetsenbord. Nou, de kabel is van goede kwaliteit, is gewoven, geweven, geweefd, I don't know, gevlochten. En daar is de Thor 300. Nou, hij weegt best wel wat. Dat is meestal een goed teken. En we kunnen meteen even kijken hoe goed hij gebouwd is. Ja, hij heeft redelijk wat flex, maar niet overdreven. Hij heeft ook een redelijk dikke B-split. Zoals ik zei, red switches. Red switches hebben dus geen voelbare en geen hoorbare klik als je ze induwt. Dus je duwt hem gewoon naar beneden en ergens op de helft van de weg naar beneden actueert de switch. Een mooie kabel met een klittenbandje. En ook dit toetsenbord heeft, zoals ik zei, RGB. Dus daar gaan we nu even naar kijken. Ik zie hier ook FPS, CF. Weet jij waar dat voor staat? COD, LOL, League of Legends en Race staan. Dus ik ben benieuwd wat dat is. Waarschijnlijk heeft het toetsenbord verschillende modi. Meervoud van modus. Ik ben toch even in een boekje gaan kijken, want André en ik zijn allebei heel benieuwd wat die modus zijn. En hier staat Game Backlight Modes. En dat kun je dus aanpassen met de Function Key. Nou, als we FPS kiezen, dan wordt dus WASD. Which is niet. I guess. En de escape knop for some reason, voor als je wil rage quitten. Dan als we CF kiezen, dan ligt dit op.
Dan, als we kot kiezen, dan blijft, dan ligt dit allemaal op. Als we lol kiezen, dan zal, ja, dan heb je dus dit. En bij race is het weer WASD, R, Shift, Control, Alt. Ja, kijk, met ins is het effect en met del is de kleur, zie je? Dus nu verander ik de kleuren. En met insert verander ik het effect. Oké, nou als je denkt, wat poelt Gijs ineens van zieke teleport? Dat komt doordat de audio uit was gevallen, het kabeltje van het kastje naar de camera is kapot. We gingen net de footage ingesten en toen was er geen audio, dus we doen het gewoon even opnieuw. Dit is de headset, de Neon 600, en er zijn een paar dingen die je moet weten. Ten eerste heeft hij 50 mm drivers. Over het algemeen betekent het hoe groter de driver, hoe beter de bas. Dat is natuurlijk geen harde regel, want er zijn ook hele dure headsets met 40 mm en die hebben waarschijnlijk betere bas. Over het algemeen hangt dat wel samen. De RGB zit in het logo en in de hele oorschelp. En het schijnt dan door zo'n gaasje heen. Het zorgt voor een cool effect. RGB kun je aanpassen met dit knopje. Dus zo kan ik de kleur veranderen. En hij kan uit. En hij kan gewoon op zo'n rainbow effect. Hij heeft geen verstelbare oorkleppen. Maar hij heeft zo'n systeem met zo'n hoofdband. Zoals veel SteelSeries headsets uit mijn hoofd hebben. Vast ook andere headsets, maar SteelSeries is het eerste wat in me opkomt. De kabel is super dik, goede kwaliteit, gevlochten, maar wel heel flexibel zoals je ziet. Hij is echt super flexibel. Hij is niet detachable, maar ik denk niet dat hij snel kapot gaat, omdat hij zo dik is en zo stevig. De mic zit aan een ijzerdraadje hier. Eigenlijk is dat alles wat je moet weten. Je hebt geen inline controls, je hebt alleen hier volume. Dus je hebt geen mic mute knop. Je hebt alleen volume op je linker oorschelp. Natuurlijk test je altijd even het geluid. Ik ga even een liedje opzetten wat ik heel goed ken en wat ik heel leuk vind. De pot van Tool. Er zit een dikke baslijn in, maar ook heel veel hoge tonen. Shakertje zit erin, hi-hat. Nou, weet je, voor 45, het is niet super. Maar voor 45 euro is het prima. Ik heb genoeg definitie in alle frequentiebereiken om het liedje te horen, om alle instrumenten te horen. Dat mag ik ook wel zeggen, want ik heb gestudeerd voor muziekdocenten en zo. Ik heb er best wel verstand van. Ik weet wel of iets goed klinkt of niet. Nou, dit is de audio vanuit de mic van de Neon 600. En ja, het is niet heel goed, maar het is ook niet heel slecht. Hou rekening met dat ik nu ook verkouden ben, dus ik klink sowieso een beetje anders dan ik normaal klink. Maar ja, je vrienden gaan je gewoon prima verstaan via Discord. Misschien moeten ze je iets harder zetten, want het klinkt wel vrij zacht, naar mijn mening. Maar dat kan ook aan de software liggen. Af en toe als ik aan het praten ben en ik zeg bijvoorbeeld een S of zo, dan krijg je zo'n in de microfoon. En dat kan voor je vrienden storend zijn, maar goed, daar heb jij geen last van, hè. Dus al met al, prima. Nou, wat gaan we nu gaan doen? Gamen. Ik ga jullie even bewijzen dat het gewoon goed spul is. Alright, nou, ik ga even Warzone, mijn favoriete game. En met de Genesis Gear, toetsenbord met lineaire switches en de Xenon 800. Super licht gewicht. Ik denk dat het geen probleem gaat worden, eerlijk gezegd. Ik heb hier best wel veel vertrouwen in. Het lijkt ook heel erg op wat ik thuis heb. Voordat ik jullie dat laat zien, laat ik jullie nog even de software van de muis zien. Want de muis heeft dus als enige van de drie producten software. En in die software heb je key assignment, dus je kunt knoppen instellen. Nou, daar kun je bijvoorbeeld dat rode knopje instellen waar we het net over hadden. DPI levels, de LED mode. Dit zijn Windows muis settings. Laat improve pointer precision in godsnaam uitstaan, want dat is niet chill. En je kunt macros opnemen. Nou, we gaan even potje Warzone. Dit moet helemaal goed komen. Ik speel trouwens, mocht het je interesseren, op een 3070, RTX 3070 en een 5800X, AMD 5800X. En op Full HD en op max settings en geen DLSS. Maar goed, deze video draait niet om de performance van de onderdelen, maar ik zeg dat toch even bij. Het voelt goed, moet ik zeggen. Het geluid klinkt tot nu toe prima. Hij is wel een stuk eerder dan ik, joh. Ah, hij dropt daar. Dat is niet slim van hem. Ah, je wordt geknald. Ja, ja. Jammer, joh. Nou, jongens. Ik speel hier net zo lekker op als thuis. Even wat centjes hier, please.
Ja, nog $100. Fuck. Please. Yes. Oei, 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 oei. Oh, ho, ho, ho. Oei, oei, oei. Wat een geluk heb ik hier. Kom de wagen aan. Wow, wat een sweaty potje, man. Jezus. Ai, ai, ai. Oh, daar zit nog iemand binnen, zo te zien. Ja, daar zitten mensen boven en... Recon activated nearby. Oh, daar. Oh, in de garage, ja. Target marked, send it. This is Striker 3-1, good copy. Strike inbound. Shots missed. Fucking buggy ass, like. Allemaal rose skins. Stan zegt, hey kerel. Hoi, Stan. Je zit in een Redux. Vet. Hij is nu daar, hè. Achter rent hij toch. Ja, ja. Nou jongens, aan mij zijn de toetsenbord ligt het niet vandaag. Oh, en hè? Hij heeft goede ogen, man. Wai, yo. Oh, nee. Hè? Hex? Hex? Ja, hex. Godverdomme. Ik dacht al, dat kan niet. Nou, we kunnen in ieder geval concluderen... Ik kwam trouwens een hacker tegen. We kunnen concluderen dat het niet aan, aan de muis, het toetsenbord en de headset lag. Dus ik zou zeggen, heb je €150 te besteden, dan is Genesis zeker een merk die het proberen waard is. Ik ben in ieder geval dik tevreden. Het speelt net zo lekker als thuis. Ik heb alleen een wat groot scherm thuis, maar verder was dit gewoon helemaal prima. Het was ook nog een goed potje. Als ik die hacker niet tegen was gekomen, was ik misschien nog wel top 10 geweest. En ja, ik zou zeggen, doen. Vond je dit nou een leuke video? Drop dan even een likey en wil je nooit meer een video van Redux Gaming missen? Subscribe dan en klik op dat belletje. Ik was Verkoude Gijs. Tot de volgende keer. Doei.